Expeditie Robinson weten de deelnemers nooit wat de volgende dag zal brengen. En ook dit jaar hebben de expeditieleden dat aan den lijve ondervonden. Een van de meest spraakmakende wendingen was het leiderschap. Wat er toen gebeurde, zullen de betrokkenen en jullie kijkers thuis niet snel vergeten. Bij de herindeling is Esther, die tot dan toe in het geheim aan de expeditie meedeed, leider geworden van Kamp Zuid. Op Rapang is speciaal voor haar een hut gebouwd. Jongens, er ligt gewoon een matras in en zo. Nog geen 10 minuten na de ontdekking ervan begint een ongekende, dagendurende aanval van John en Carol, die haar hut en haar leiderschap weigeren te accepteren. Dit is echt weer een ontwikkeling die had ik helemaal niet voorzien. Nee? Nou ja, dat was jouw probleem. Stel dat wij niet moeten stemmen. We kennen jou niet. Dus dan zou ik zeggen van nou, stem jou weg. Moffen op zeeën. Krijg ik dan nog tijd om een vlotje te bouwen? We kunnen een vlot bouwen met haar hut. Ja, natuurlijk. Als iedereen hier gaat liggen, kom ik ook hier liggen. Maar het is juist het idee, we hebben een plekje, laten we daar dan met een paar mensen gaan liggen. Ga jij maar alleen liggen daar zo? Nee, dat wil ik helemaal niet. De discussie is gesloten, wij slapen hier. Meredith, kom maar. Nee, dat vind ik echt onzin. Nee, kom maar, meisje. Kom. We hebben een droge plek daar. Laten we alsjeblieft met een paar mensen daar gaan liggen. Anders kom ik ook hierbij liggen. Nee, dat kan niet. Dat is vol. Nou, dat vind ik niet eerlijk dat je dat zo zegt, meisje. Luister nou, Esther. Het is vol. Hoe kan het nou? Ga lekker slapen. Morgen is de nieuwe dag. Het enige wat je kunt doen is zeggen van nou, vanavond is die eilandraad. Jongens, ik hang mijn kleren aan de willigen en ik stap eruit. Ik wil gewoon net zo zijn als jullie en ik wil een kans hebben dat jullie mij als persoon leren kennen en niet in een rotrol waar ik in geplaatst ben. Als je dan zegt van ik blijf, ja, dan zou je het heel zwaar krijgen. Heel zwaar. Dan kan ik je nu al op een boterham doen. Esther, we moeten allemaal op een dag weg. Ik moet eerlijk zeggen, een onmogelijke positie. Ik wil heel ver gaan. Ik ben heel ver gegaan. En de enige optie die jullie nu nog hebben is om nu weg te gaan. Het enige wat ik vraag is een kans. Het enige wat ik vraag is een kans. Als jij dit gaat doen, nou neem me niet kwalijk. Dan wil ik dat spel met jou spelen hoor. En dan ben ik van je af. Of ik ga, of jij gaat. Domme smijt. Als Esther met een duel kan worden uitgedaagd, bedenkt John zich geen moment. Hey, kom op, spelen. Kom, move. John sneuvelt in de strijd, maar zijn compaan Carol neemt het stokje over. De rechtvaardigheid, die komt nog wel. Ook hij gaat het duel aan en wint. Voor Esther het onvermijdelijke einde van haar expeditie. Esther, blij dat je er bent. Ben je geschrokken toen je de beelden terugzag? Ja, wel een beetje, want je probeert zo'n periode natuurlijk zo snel mogelijk te vergeten. En als je het dan ziet en je wordt weer herinnerd aan hoe het was, dat is toch wel heftig. Maar aan de andere kant was ik wel blij dat het inderdaad is weergegeven zoals het was. Want je weet nooit wat ze laten zien. En ik heb me heel rot gevoeld en als dan inderdaad naar buiten komt hoe dat inderdaad is gegaan, dan is dat dan toch nog een beetje genoegdoening. Het leeft ook enorm voor de kijkers, hè? Welke reacties heb je zoal gekregen? Nou, ik heb enorm veel reacties gehad. Echt mensen op straat die me aanspraken, mensen die mijn e-mailadres hebben opgezocht, op internet reacties. Eigenlijk allemaal mensen die zeggen ik reageer nooit op televisie, maar ik heb zitten huilen voor de televisie. Ik heb ze me zo kwaad gemaakt. Ik moet je even vertellen hoe erg ik het voor je vind. En ook mensen die me op straat aanspreken, geen eens vragen of ik het inderdaad ben, gewoon naar me toe komen. Meid, wat een eikels zijn die kerels. Goed gedaan hoor. Echt geweldig om dat mee te maken. Het is heel leuk. John, ik wil zelfs nu tijdens het vertonen van dat filmpje hoor je de oe's en de a's. Ja, schitterend. Maar toch, die ontzetting die heel veel kijkers hebben gevoeld. Ja, absoluut. Snap je dat wel ergens? Ja, maar dat is juist televisie en dat is ook mooi. Als dus, je zoiets, maar even alle duidelijk, jij deed dat gewoon puur om televisie te maken, dat kwam niet vanuit jezelf? Nee, dat was ook wel een deel om... Ik heb vanaf het begin heb ik ook gezegd tegen de mensen die toen een promo kwamen maken. Ik zei, ja, maar ik ben wel iemand die de knuppel in het hoenderhok gooit. En ik ga niks uit de weg. En het is niet alleen Esther, maar al zou ik bij Marnix op het eiland zitten, dan had ik idem dito hetzelfde geprobeerd om te kijken of er ook een andere Marnix in het spel zit. En hij is er, vind ik, heel makkelijk van afgekomen. Hij is niet aangevallen, er is niks tegen hem gezegd.
Esther, ik zie je hoofd schudden. Wat denk jij nu, als je dit zo hoort? Nou, het klinkt alsof John het allemaal zo heeft uitgedacht. Maar ik heb echt wel emoties bij John gezien die ik niet kon plaatsen. Dat ik echt denk, waar komt dat vandaan? Wat heb jij meegemaakt in je leven dat je zo tegen iemand tekeer gaat die je helemaal niet kent? Nou ja, ik ben wel blij dat er een nieuwe moeder Theresa is opgestaan. Want ja, die is pas overleden, dus dan heb je toch zoiets van... Oké. Esther heeft heel veel positieve reacties gehad uit de omgeving. Heb jij ook wat reacties gehad? Heel veel zelfs, ja. En ook, toch mensen zeiden van jammer dat je er zo vroeg uit bent. Want ja, je had toch wel wat spanning gebracht in het geheel. En ik vond het ook wel leuk. En natuurlijk ook nare reacties. Maar dat is logisch, je steekt je nek uit. En je weet dat je dan driekwart van Nederland en misschien wat Belgen over je heen komen. Carol, als jij John zo aanhoort, is dat ook hoe jij erover denkt? Nee, bij mij, jullie weten ook, hè, dat het bij mij vooral ging over de immuniteit en niet over de persoon. Esther. Ik heb ook heel dikwijls in de interviews gezegd, kijk, bij mij gaat het over het feit dat iemand meer kans krijgt dan iemand anders. Je gaat naar de eilandraad, je zit met 6 mensen, met 7, met 5, dat doet er niet toe. Ja, je positie is in gevaar, je weet, en dat vond ik dan heel moeilijk. En ik kon dat niet laten gaan. Dat is een van mijn slechte eigenschappen, ik kan het niet laten gaan. Had ik misschien beter wel gedaan. Je hebt Esther nog een mailtje gestuurd. Ja, absoluut. Ja, ik heb die mail gestuurd, oké, want sommige dingen die je zegt, ik ga er niet steken op de honger of op de ontbering of wat ook. Ik wil het ook niet op iemand anders steken. Soms zeg je dingen... Je maakt wel eens ruzie, ik wil dat niet goed spreken of zo, maar soms zeg je dingen die je eigenlijk niet zou moeten gezegd hebben, die je zegt in een opwelling en ja, dat vind ik dan wel jammer, dus daarom heb ik dat mailtje gestuurd. Esther, hoe heb jij op die e-mail gereageerd? De 10 dagen dat ik met Carol op het eiland heb gezeten, heeft hij nooit gezegd sorry voor wat ik heb gedaan. Een paar weken later is hij zelf weggestemd en heb jij hem nog gevraagd, heb je spijt van wat je tegen Esther hebt gedaan? Toen heeft hij ook gezegd, nee, ik heb er geen spijt van. Toen hij weer thuis was in het gewone leven, heb ik ook niks van hem gehoord. En toen de afleveringen waren begonnen en hij dus ook zag wat er was gebeurd en reacties kreeg, toen had hij ineens spijt. Ja, dat hoef je bij mij niet meer aan te komen. Sorry. Ze hebben nog een beetje boosheid. Nou, ik denk, als je dingen hebt gedaan, dan moet je ervoor uitkomen. Dan moet je het nemen zoals het komt. En niet dan daarna proberen alles weer te draaien. Carol, heb jij spijt achteraf? Ja, ik had wel mogen zeggen dat ik het niet fair vind van die immuniteit. Ik had het misschien wel vroeger moeten laten gaan, want het heeft wel niet alleen Esther's expeditie om zeep geholpen, maar ook de mijne eigenlijk. Hè. Ja, we zouden hier nog echt flink over door kunnen discussiëren, laten we dat absoluut niet doen. Want jullie waren niet alleen betrokken bij dat incident. Nee, want er waren ook anderen die het voor hun ogen zagen gebeuren. Meredith. Jij bijvoorbeeld, schrok je van de beelden? Ja, enorm. Ik ben eigenlijk echt niet goed van geweest. Dat heb ik Esther ook verteld. Ik was gewoon verschoten en ik begreep ook niet goed op sommige momenten. Ik dacht dat ze alleen meer iets. Waarom heb je er nu niks op gezegd? Maar op dat moment voelde ik dat ook echt zo. En dat geef ik ook toe en heb ik haar ook gezegd. Ik zeg, ik zat fout en ik had gewoon moeten zeggen van... Waar rustiger aan? Ik bedoel, Esther heeft gewoon ook gevoelens. Allee, snap je? Het ging gewoon te ver. Vind je achteraf dat je had moeten reageren op dat moment? Ja, ik had dat moeten doen. En ik geef dat nu ook toe, weet ik, ben verkeerd geweest. En ik kan er nu recht in haar ogen kijken. En omdat ik dat heb gezegd en ik wilde dat ook doen. Albert, jij hebt nog altijd contact met Carol. Ja. Even een vraag aan jou. Is Carol op het eiland een andere persoon geweest dan in het dagelijks leven is? Ja, ik vind van wel. Carol is in buiten het spel, want ik denk dat hij zijn spel speelt op zijn manier. Is het een hele aardige, hele vriendelijke man, ondanks dat ja, al mijn kennissen die ken ik tegen vertelde, dan geloven ze het bijna niet. Maar Carol is echt een hele sympathieke vent waar je mee kan lachen, waar je echt schik mee kan hebben. Dus ja, bedankt Carol. Oké. Ik moet zeggen, ik vind eigenlijk dat het wel 100 euro waard is. Maar goed, dat is de tweede helft. Esther, even serieus. Want je hebt gezegd in de camera dat je nog nooit in je hele leven zoveel hebt gehuild als tijdens die periode. Ja, en je zit daar nu vrolijk en je straalt. Maar is dat niet iets wat zijn sporen nalaat? Ik heb gewoon mijn best gedaan. Ik heb gedaan wat ik op dat moment dacht dat goed was. En ik wist ook niet hoe het ging lopen. Ja. Daarna wilde ik het eigenlijk vergeten. Het waren 10 rotdagen. Maar wat ik in de afgelopen maanden allemaal voor leuke reacties heb gehad, dat heeft het achteraf toch nog de moeite waard gemaakt. Ik heb er geen trauma's aan overgehouden en het is gewoon mooi geweest zoals het is geweest. Oké, goed om te horen. En jullie allemaal hartelijk dank voor dit openhartige gesprek. Ja.